vroeger, nog niet zo lang geleden, kwam die helikopter naar beneden in de Kuip. En daar kwamen namen uit. Ja. En daar komt nu een anonieme speler. Ben jij wel eens met een helikopter gepresenteerd, Johan, ergens? Nee, maar... Nou, ik heb in militaire dienst gezeten en aan jouw gedrag te merken, jij waarschijnlijk niet mee. Nee, 59 geboren, vrijgesteld. Jij zat met de BB waarschijnlijk. Maar dan zaten we ook wel eens in helikopters. Ja, want ik heb toevallig nog atoomkoppen moeten bewaken in Drenthe. Jazeker, met scherpe piepers op zak. Hè. En dan schoot je Uzi leeg en dan was het niet de vijand uit China of Rusland, maar dan was het de vent die dan liep te stropen. Hè. Tot zover dit gedeelte. Ja. Waar gaat dit allemaal over? Misschien zee. Maar dat deed hij al samen met Dick Nanninga. Ik wilde vragen, gaat die Nanninga nog meer van dat soort grappen op? Nee, toch ook. Nou, Dick had toch... Nee, niet doen. Het Dan de allerlaatste. Nanninga was heel erg sterk. Ja. En rode Henkie Ebbingen van Heerenveen, die ging dan bij hem op zijn schouder zitten en ik weer bij Ebbingen. En daar had je, buiten bij het Oosterpark, daar woonde Nanninga tegenover het Oosterpark. En daar had je van die ouderwetse flats, 3 hoog. En dan op 1 hoog, dat kon je niet naar binnen kijken. Daar zat de vent de krant te lezen. Maar als ik dus op de schouders van Ebbingen op Nanninga zat, dan liepen we daar langs die ramen en dan klopte ik op de ramen en zei ik: goedenavond. En die mensen soms. Die schoot er in de carrière. Wat is dat voor een lelijke man met die snor? Jij had toch beloofd dat hij niet zou schreeuwen vanavond? Ja, gelijk. Maar ik denk, zulke grote mensen bestaan er niet. Maar zoals ik al zei, wij hebben ontzettend veel gelachen. Ja, en ik ben blij dat ik ben gestopt met cabaret dit zo.